Mijn dissertatie ging eigenlijk over hoe de compositie binnen groepen, producten of andere stimuli mensen hun keuzegedrag beïnvloedt. Dus op basis van klassieke economische theorieën zou je verwachten dat het eigenlijk helemaal geen invloed heeft. Het maakt niet uit of je een mok loskoopt of een mok die onderdeel van een set is. Maar eigenlijk vinden wij consistent hele sterke effecten dat mensen hun gedrag beïnvloed wordt door het idee dat iets onderdeel van een set is of niet. Was er een opvallende uitkomst? De meeste uitkomsten waren redelijk opvallend. Ze zijn redelijk intuïtief. Als je het ziet, dan heb je zelf al wel het gevoel dat het invloed moet hebben. Bijvoorbeeld, mensen hebben liever 4 koffiemokken die verschillende kleuren zijn. Rood, geel, groen of blauw. Of allemaal blauw. Maar alles wat ertussenin zit, voelt op de een of andere manier verkeerd. En daardoor krijg je hele voorspelbare, hele grote veranderingen in keuzegedrag die die klassieke theorieën niet zouden voorspellen. Wat was je motivatie om nou juist dit onderwerp te kiezen? Heel veel van wat ik, dat is het fijne. Mijn onderzoeksgebied is een beetje judgment and decision making. Dus dat is psychologie van keuzegedrag. En het fijne daaraan is dat het een redelijk nieuw veld is, waardoor nog heel weinig dingen bekend zijn. Dus heel vaak, moet ik eerlijk toegeven, komt mijn inspiratie van domme dingen die ik zelf doe. Dus dan merk ik zelf dat ik bepaalde gedragingen heb of keuzes maak die eigenlijk raar zijn als je ervan uitgaat dat mensen rationeel beslissingen maken. Dus veel van mijn onderzoek is geïnspireerd door mijn eigen domme gedrag. Dan heb je met deze dissertatie een prijs gewonnen. Dat klopt. Dat is dan wel heel erg leuk. Ja, superleuk. Als waardering. Mm-hmm. Ga je ook op dit veld verder of wat doe je nu? Ja, dus deze dissertatie heb ik een maand of 9 geleden afgeschreven. Ik vind het een super interessant onderwerp en er is nog heel weinig over bekend en ik kan heel veel kanten op. Dus bijvoorbeeld iets heel raars als verzamelen. Heel veel mensen verzamelen, iets van 35% van de populatie verzamelt. Maar tegelijkertijd begrijpen we totaal niet wat mensen ertoe zet om te verzamelen en waarom sommige mensen zoveel geld uitgeven of zelfs in vechtpartijen bij de Albert Heijn terechtkomen voor voetbalplaatjes. Dus dat is een onderwerp waar ik graag op verder wil. Dan moet ik wel zeggen, na iets meer dan 3 jaar op dit onderwerp gezeten te hebben, dat ik even een pauzemomentje heb. Dus ik ben even wat andere dingen aan het doen. Maar ik ben zeker van plan om terug naar dit onderwerp te keren, ja. Ja, je zit nu ook in Berkeley. Ja, klopt. Wat doe je daar? Ik ben in augustus begonnen als assistant professor bij Berkeley Haas, de business school, bij marketing. En hoe lang ben je van plan daar te blijven? Totdat ze me weg willen hebben. het is een tenure track. In principe duurt het 6 jaar, waarna je elke 2 jaar geëvalueerd wordt. En als je die 6 jaar volhoudt en goed genoeg bent, dan kan je een vast contract krijgen. Maar je zou wel willen? Je zou daar willen blijven en een carrière bouwen? Ja, op basis van mijn ervaringen de afgelopen half jaar ben ik heel blij daar. Het zijn hele tof, mijn collega's zijn super tof. Het is een hele fijne school om te zijn. En het weer in Californië is ook een tikje beter dan in Tilburg. Ja. Misschien een gekke vraag nu al, maar kun je iets zeggen in een vergelijking tussen Berkeley en Tilburg op gebied van research? Zitten er grote verschillen? Waar zitten die in? Er zijn een aantal grote verschillen, maar ook vrij veel overlap. Ik denk dat het grote verschil is, wat ik al eerder zei, ik ben heel erg geïnteresseerd in judgment and decision making. En dat is een vrij nieuw subveld, wat Tilburg in vergelijking met de rest van Nederland al erg veel doet. Maar Berkeley is daar nog iets meer focus op. Dus we hebben een vrij hechte groep mensen die eigenlijk alleen maar decision making doen. En dat is wel tof, want dan heb je veel collega's met dezelfde interesses.